In de Politicus van de Week ga ik praten met een nieuw raadslid, Arie Villerius. Hij is de nieuwe fractievoorzitter van LOS, van Lokaal Onafhankelijk Schiedam. Wie is Arie Villerius? Goedemorgen Jan-Willem. Nou, fijn dat we elkaar tutoreren, want we kennen elkaar al zoveel jaar. Wie is Arie Villerius? Arie Villerius, zoals ik ben, geboren Schiedammer. Nou, niet helemaal, bijna geboren Schiedammer. Op één jaar, ik was één jaar en toen kwamen mijn ouders naar Schiedam. Dus eigen zaken gehad. De meeste mensen weten dat nog wel, wat we vroeger deden. Mijn ouders hadden vroeger het masker. Ik weet niet of je dat nog weet. De meeste oudere Schiedammers weten dat. En die heb ik later overgenomen en nog een aantal zaken gehad. Sportzaken, zonweringzaken. En toen ben ik in de politiek beland via Leefbaar. Nu zit je bij Lokaal Onafhankelijk Schiedam. Waarom die partij, Arie? Omdat deze partij, het is eigenlijk anders gegaan. Andreas Rozen had GBS, Gemeente Belangen Schiedam. En er was een klein beetje wrijving ontstaan tussen Leefbaar Schiedam en mij. Omdat ze mij op een bepaalde manier toch een beetje rechts vonden. En dat plan hebben we samen opgevat om Lokaal Onafhankelijk Schiedam op te richten. Nou was Andreas Rozen, helaas te vroeg overleden, was zoals men dat zei de luis in de pels. Hoe gaat Arie Villerius straks te werk? Ja, Andreas was natuurlijk een hele aparte man. Een fantastische man. Er waren mensen die konden niet met hem overweg. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nog nooit zo'n aimabele man heb meegemaakt. De burgemeester, daar kwam wel eens de zoom uit zijn oren tijdens een vergadering. Maar eigenlijk alle dingen die hij zei, die maakten zoveel indruk. Dat iedereen achteraf zei van Andreas, je hebt toch wel gelijk wat je daar net even zei. Of wat je vorige week zei, of wat je een paar maanden geleden zei. En wij proberen die lijn een beetje door te zetten. En om nog even op je vraag terug te komen, luis in de pels. Ik wil geen luis in de pels zijn, maar we zijn wel van plan om statements te gaan maken, toch? Nou heb je in de politiek links, midden en rechts. Dat zijn bekende termen. Hoe rechts ben jij en hoe rechts is LOS? Wij hebben het plan opgevat om toch wel op die lijn door te gaan. Want zoals iedereen wel weet, ik heb bij Leefbaar Schiedam gezeten. Daar vond ik ze niet rechts genoeg. Daar is eigenlijk die wrijving door ontstaan. Ik ben wel van plan om aan de rechterkant door te gaan. Ja, in alle bescheidenheid toch niet zoals in de landelijke politiek wel eens gebeurt. Maar ik kan mij heel goed vinden in de politiek van bijvoorbeeld een partij, de grootste partij van Nederland. Forum, juist. Arie, een aantal actualiteitjes, dat vinden de mensen altijd leuk. Je hebt er gelijk op ingehakt. Het kerstfeest afgelopen jaar, de ontsteking van de lampjes, was in jouw ogen veel te duur. Dat was in mijn ogen veel te duur. Er zijn een aantal dingen aan vooraf gegaan. En daar moet ik een beetje voorzichtigheid in betrachten, want het loopt nog steeds. Maar ons is ter oren gekomen via een brief en via anderen en ook via het centrummanagement dat er zoveel dingen substantieel fout zijn gegaan op deze avond. Dan heb ik het niet eens over de technische dingen, maar eigenlijk hoofdzakelijk over het prijskaartje wat eraan hangt. En daar moet ik even een beetje terughoudend in zijn. Waarom moet er zo'n feestje georganiseerd worden? Waarom moet er dan een Delfts bureau hiervoor gevraagd worden, wat nota bene meer dan twee keer zoveel duurder is? Er komt nog een evaluatiegesprek daarover, daar zit ik nog op te wachten. Dus ik kan er vooralsnog even niet te veel mededelingen over doen. Maar dat het volkomen fout is gegaan, dat is een ding wat zeker is. Afgelopen keer had ik Petra Zwang van de Partij van de Arbeid en die zei de nieuwe woningen op Schievesten moet alleen maar voor Schiedammers zijn. Hoe staat LOS daarin? Nee hoor, dat hoeft niet. Alleen voor Schiedammers. Er wordt wel eens gezegd van jullie zijn... Nee, absoluut. Daar mogen ook andere mensen in. Ook studenten. Er komen bovendien 620 sociale huurwoningen. Het is inderdaad een heel vrij duur project, laat ik dat zeker zeggen. Maar het wordt zeker een verrijking voor Schiedam. We gaan gelijk van de hak op de tak, Arie. Ja, dus tempo moet erin blijven. De veiligheid in Schiedam. Nou, daar schrijft alles en iedereen schrijft daarover. Hoe zien jullie dat?
Ja, over welke veiligheid heb je dan precies? De veiligheid op straat, de veiligheid van toezicht en handhaving. Wij hebben een voorstel ingediend, een motie ingediend om boa's uit te rusten met pepperspray, met knuppels eventueel, of hoe die dingen dan heten. Dat werd regelrecht weggestemd, daar was niemand voor, maar het valt wel eens mee, maar er gebeuren dingen in Schiedam ja, die niet kunnen eigenlijk. Dus hoe moet het dan aangepakt worden? Pepperspray bijvoorbeeld bij toezicht en handhaving, strenger optreden door politie. Het is nog niet zo erg in Schiedam als ik wel eens zie en hoor als in andere steden. Maar er zou meer toezicht en handhaving moeten komen op alle gebieden in Schiedam. Heel kort, de gemeenteraad, de burgemeester heeft gezegd, we gaan een verbod op knalvuurwerk doen. Maar dan moet de hele gemeenteraad voorstemmen. Althans het merendeel. Hoe sta jij erin? Ja, wat er natuurlijk gebeurt nu de laatste jaren, dat is schrikbarend. Vroeger, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb vroeger, heel vroeger, zelf ook nog vuurwerk verkocht. Maar dat was dan een rotje en een dingetje. Maar wat er nu gebeurt is te gek. Er worden hele bussen opgeblazen met één zo'n rotje. Nou, het heet geen rotje meer, maar zolang als er een goed voorstel komt vanuit Den Haag, dan zouden wij daarmee kunnen leven ook. Het moet geen betutteling zijn, maar bijvoorbeeld alleen siervuurwerk of een centraal geregeld vuurwerk, wat dan ook wel weer geld kost, maar daar zouden we over moeten kunnen praten. Maar het risico blijft bestaan natuurlijk dat jongeren gewoon even over de grens rijden in Baarle-Nassau of even naar Duitsland rijden. En daar kunnen ze ook hele auto's vol met levensgevaarlijk vuurwerk kopen. Dus het probleem is niet opgelost met een verbod op welke manier dan ook. Bepaalde wijken in steden en dorpen die verpauperen weer heel erg. Allerlei redenen. Hoe komt dat volgens jullie en wat kan je daaraan doen? Ik denk niet dat daar veel aan te doen is. Ja, verpaupering, dat blijft bestaan natuurlijk. Maar ik vind het in Schiedam nogal meevallen, eerlijk gezegd. Er wordt veel gebouwd, er wordt veel gedaan om achterstandswijken, Nieuwland, Groenoord goed, netjes te maken. Dus eerlijk gezegd valt het wel mee in Schiedam. Schiedam ontvangt dadelijk 42 miljoen. Waar willen jullie dat aan besteden? Er is een voorstel gekomen en daar zijn wij mee meegegaan in die motie. De bedragen weet ik niet precies, maar dat was een voorstel, dacht ik, van VVD. En daar hebben wij ons achter geschaard. Die gaven een heel goed voorbeeld van, nou, zoveel miljoen daaraan, zoveel miljoen daaraan. Ik weet die bedragen niet uit mijn hoofd, maar daar konden wij wel mee leven. Dus daar zijn we mee meegegaan. Nou, dan eventjes kort de gemeenteraad en het bestuur. Overigens, Jan-Willem, dat vergeet ik nog te zeggen. Wij waren helemaal geen voorstander van verkoop Eneco. Eerst maar eventjes burgemeester en wethouders. Je draait nu mee. Hoe kijk je er tegenaan? Eerlijk gezegd heb ik wel een positief beeld van het college. In wat voor opzicht? Nou, er wordt naar geluisterd. Als er vragen zijn, dan heb je altijd de mogelijkheid om even aan te kloppen bij de desbetreffende ambtenaar of wethouder of burgemeester. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog geen negatieve ervaring heb. Maar ik loop natuurlijk al een jaartje of 6 mee. Het is wel eens anders geweest. En dan de collega's uit de gemeenteraad. Veel partijen. Is dat een bezwaar of vind je dat wel makkelijk? Nou ja, er zijn altijd partijen, collega's waar we heel goed mee kunnen praten. En er zijn andere, ja, dat ligt wel eens wat moeilijker. Maar dat heb je altijd in iedere gemeenteraad, denk ik. Ten slotte, Arie. Nou, nieuwe meesters, nieuwe geluid. Hoe gaat Los met de club op het ogenblik om? Gaat het goed? Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt zo. Nieuwe meesters. Wij hebben een nieuw opvolgend raadslid. Dat is meneer Jan Meesters. Een zeer bekwame man. En natuurlijk Monique Rotteveel. Nou, dat hoeft geen andere uitleg te hebben natuurlijk. Monique is gewoon recht zo die gaat. En overal vaak dwars er tegenin. En ja. En dank aan hun ben ik nu fractievoorzitter. En wij gaan onze stinkende best doen om hier een hele goede periode van te maken.